Nou ja, dit zal je maar overkomen. Massa Positivo, nieuws vandaag. Nieuws brengen vandaag. Oud lot, goed voor 1 miljoen dollar. Dat is een oudere man in Australië overkomen. Die heeft gewoon, ja, in één dag is hij meteen pasboom miljonair. Nou, dat vind ik waanzinnig. Echt geweldig nieuws voor deze man en voor zijn familie. En op zijn oude dag is hij dan 1 miljoen dollar wint. Kun je daar de rest van je leven nog heel veel plezier in hebben. Ga lekker cruisen. Ga leuke dingen. Koop een mooie auto. Doe iets moois. En verdeel het met je kinderen. Kleinkinderen wellicht. Maar een opaatje uit het Australische Newcastle is in één klap miljonair geworden. Na het vinden van een lot dat al meer dan een jaar oud is. De man kocht het lot vorig jaar in januari, maar het verdween op de bodem van zijn tas. Daar bleek het een jaar onopgemerkt te liggen, omdat de man er karton overheen had gelegd om de bodem van zijn tas wat sterker te maken. Wat vind je dat ding dus nooit meer, dat lot. Toen hij de tas onlangs schoonmaakte, dook het lot ineens op. Op internet ontdekte hij dat het een miljoen Australische dollar waard was. De man wil het geld gaan gebruiken om zijn kinderen, daar heb je het al, top, opaatje, het geld aan zijn kinderen en kleinkinderen financieel te steunen. Dat is natuurlijk een nobel gebaar van het opaatje. Het is hem en zijn kinderen en de kleinkinderen van harte gegund. En zo zie je maar waar het naartoe kan leiden. Uit het niets bijna heb je in één keer het lot wat je kwijt was en ergens in je koffertje zat. Ter versterking voor je koffertje, de bodem, heb je in één keer 1 miljoen dollar gewonnen. Ik vind het geweldig. En pluim voor die opa. De opaatje in Australië. Tot de volgende keer.